luistert naar Apeldoorn Oud en Nu. Verhalen en gebeurtenissen uit het verre, maar ook het nabije verleden van Apeldoorn. Een uitzending onder auspiciën van de vereniging Oud Apeldoorn. Goedemorgen, luisteraars van het programma van Vereniging Oud Apeldoorn. Vandaag is de technicus Jarno van Ewijk. Ik ben vandaag jullie presentator, uw presentator. Mijn naam is Alma van der Blankenvoort. Op deze vreselijke natte zondagmorgen heb ik twee mannen. Dat zijn Frans Weiland en Richard van der Vechten. We hebben afgesproken, we mochten elkaar tutoyeren, dus het zal wel een gezellige uitzending worden, denk ik, heren. Ja, ik hoop het wel. Ja. Dacht ik. Frans, vertel eens. We hebben het vandaag over Stichting Buurtmensen. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat doe je daar? Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Kortom, wij willen alles van je weten. Hoe lang is deze uitzending? Slechts 1 uur. Dus de tijd gaat nu in. Nou, ik ben eind 2017 ben ik gestopt met werken. En begin 2018 ben ik terechtgekomen in het buurthuis bij Koffieklets. Dat werd 1 keer in de maand georganiseerd. En dat is buurthuis aan Maastraat. Maastraat. Daar was Koffieklets. Mm-hmm. Daar ben ik uiteraard ook naartoe gegaan. Want voor die tijd lukte me dat niet, want ik werkte nog gewoon. Druk leven, ja. Nou ja, druk. Maar goed, dan kom je er niet zo gauw toe. Dus ik ben vanaf begin 2018 ben ik daar om de 14 dagen koffie gaan drinken. En gewoon een gezellige boel. En dan zie je mensen die je kent vanuit het verleden, vanuit je jeugd. Want je bent ook een Apeldoorner. Apeldoorn en oorspronkelijk kom ik ook uit Zuid. Dus een grote link. Ja. En zeker de mensen die daar zijn, die ken je vanuit. Ja, als klein kind uiteraard. Niet allemaal hoor, maar dat was eigenlijk een beetje de insteek om te zeggen ik ga er gewoon heen. Nou, op een gegeven ogenblik, toen bestond al de stichting Buurtmensen, die busreizen voornemens was om te gaan organiseren. En ik was ook nog niet met de busreis mee geweest. Ik was ook niet als vrijwillig, als zodanig actief. En op een gegeven moment werd ik gebeld door een van de dames. Ik geloof Astrid Raukema, die vroeg aan mij van Frans, heb jij zin om ons bestuur te versterken? Want we zijn met 3 dames. En eigenlijk willen we wel een man erbij in hebben, weet je wel? Ja. Nou, ik heb niet gelijk ja gezegd hoor. Want ik zeg, god, ik ben net klaar met werken. Nou komt het bijna dit op 50 je pad. Jaar. Ik denk, nou, ik vind het wel prima zo. Maar goed, aan de andere kant bleven ze maar vragen of ik eens een keer niet een vergadering mee wou maken. Of mee wou maken, ja. Kijk hoe ik dat vond. Nou, ik ben heen gegaan en uiteindelijk ben ik blijven zitten. Vraag me niet af waarom, maar ik ben gewoon blijven zitten. Ik begrijp dat deze stichting jong is? Ja, die is opgericht, niet liegen, 24 oktober 2017. Dat is nog heel jong. Heel jong. En de initiator was Alex Schiphorst. Die is eigenlijk de mentor en de man achter dit verhaal. En die heeft die 3 dames gevraagd of die in het bestuur willen gaan zitten. Hij zelf niet. Hij heeft het idee gelanceerd. Hij heeft natuurlijk wel de nodige gedaan om de boel op de rit te zetten. En op de achtergrond is je nu nog wel actief. Gevraagd en nog een vraag, krijg je wel informatie of help meedenken over alles. Want we zijn natuurlijk volop in ontwikkeling. En er veranderen natuurlijk ook steeds dingen. En daarmee word je dan geholpen door mensen die nog weer even iets verder, om heel kort te zijn, wat beter in de wijk zitten van oudsher. Ja. Hij doet bijvoorbeeld 20 jaar vrijwilligerswerk. Kijk, nou, hij heeft dan wel de know-how. Ja. Wat voor netwerk hij heeft, dat moeten wij allemaal nog leren. Hè? En dan maak je dan. Jullie zijn de broekies. Ja, en wij maken lekker gebruik van zijn kennis en kunde. Top. Richard, wat doe jij voor de stichting? Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Nou, het was eigenlijk eerst Koffieklets. Ook in de Maastraat? In de Maastraat, ja. Dat was, het is eigenlijk begonnen in een kroegje. Op het Zuurplein. Maar dan zijn we later naar de Maastraat gegaan, naar het buurthuis. En dat was eens in de 14 dagen lekker koffieklets. En dan met elkaar. Maar ja, eens in de 14 dagen kletsen, we wouden ook eens wat doen. En toen is dus eigenlijk de stichting ontstaan.
En ja, de dames zijn toen in bestuur gestapt en we gingen wat voor ouderen doen. Want dat was eigenlijk de insteek. Dus, echte ouderen? Ja, we wilden eigenlijk die echte ouderen uit hun huis trekken, om maar zo te zeggen. Maar dat geeft nog wel wat dingetjes. Dan gaan we nu luisteren naar een heel oud lied. Daar is hij dan, de Zuiderzeeballade. Opa, kijk, ik vond op zolder een foto van een oude pot. Is dat nog van voor de polder, van die oude vissersvloot? Jochie, dat is een gelukkie, ik was dat prentje jaren kwijt. Ik heb nou weer een heel klein stukje van die goeie oude tijd. Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er nou paarden draven. En aan de horizon leidt Emmeloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Een tractor gaat er nou greppels graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jonge man ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hiero. En die grote dikke, ja, dat moet Malle Jaapie zijn. Opa en die blonde jongen, vooraan bij de fokken schoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen is je ome, die is dood in te diepe water, ver van de haven. In die novembernacht, voor 20 jaar, door het brakke water is hij begraven. Maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar. Toen ging de zee zo tekeer, in een razend verweer. Ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later, hier paarden draven, zie ik de hand en macht van onze Heer. Waar is het water? Waar is de haven, waar je altijd horen kon? We gaan aan boord, de voerman laat er zijn paard nou draven. En aan de horizon lijkt er Emmeloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. Het water leidt nou achter de dijk, waar eens de golven het land bedolven. Golf nou een halve zee, de oogst is rijk. Geweldig lied uit 1959. Dat is lang geleden. Ja. Richard,
Stichting Buurtmensen. Ja. Net begonnen, 2017, oktober, begreep ik van jullie. Wat behelst die vereniging of stichting? Voor wie doen ze dat? Ja, wij doen het echt voor de ouderen. Dat was eigenlijk de eerste insteek. Er zijn wel wat nevendingen bijgekomen en zo, om je ook te profileren. Maar we doen het in hoofdzak voor ouderen die of alleen thuis zitten, of alleen in het bejaardenhuis zitten, of in het verzorgingshuis zitten. En die proberen we een leuk middagje te geven. Dat was de... Eenzame ouderen? Proberen we, ja. Maar die zijn, dat is het grootste probleem. Die zijn heel moeilijk bereikbaar. Dat ga je zomaar niet aan de grote klok hangen. Nee, dus dat is van ons ook eigenlijk een van de moeilijkste dingen die er is binnen de stichting. Om die eenzame ouderen te bereiken. En dat, maar... Hebben jullie een bestuur? We hebben een bestuur, ja. We zijn met z'n vieren nu op dit moment. Ja. Ja. En nog meer vrijwilligers om die mensen te begeleiden? Ja, we zijn totaal met ongeveer 15 mensen als vrijwilliger. En dat is echt een pool waar we mensen uittrekken die nodig zijn met de busritten. Als we achter kraampjes staan. Busritten? Ja. Frans, wat doen jullie dan voor die ouderen? Een dansavond? Nee, geen dansavond. Oh, oké. Okay. Ja, mag niet te vrouwelijke worden. Maar wat die is, kan nog komen. Nee, ik ben, in het begin ben ik met Ria onder andere. Ria Mulder zijn we samen naar Talma Elim. Ja. Zuidbroek, of heet het? Nee, niet Zuidbroek. Nee. Osseveld, de Woudhuis daar. Zijn in de buurt, ook visite geweest. En dan spreek je met iemand die daar de coördinatie heeft van activiteiten. Dan vertel je, luister, wij zijn Stichting Buurtmensen. Wij organiseren één keer in de maand een busritje van 2,5 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Misschien heeft u mensen binnen het gebouw, in de zorg, die best wel mee zouden willen, weet je wel. Ze moeten wel even goed te been zijn. Ze moeten nog wel... Het is geen invalide bus. Je kunt niet met een lift. Nee. We praten over mensen oude bus die van de stichting Veteranen Autobus en Apeldoorn. Die aan de Vleitseweg. De oude vatbussen, zeg maar. Ook al een stukje nostalgie. Ja, voor leuk. Voor oudere mensen. Een herkenbaarheid. En dan vragen wij of zij mensen hebben tussen de 30, 35 personen. Ja. Met eventueel hulp uit zijn tehuis. Of uit het zorgcentrum. En wij leveren vrijwilligers aan. Die helpen de mensen de bus in en uit. Nou, de chauffeur die maakt een tour van rond de 80 kilometer, 2,5 uur. Afhankelijk waar die heen rijdt en hoe snel die door kan rijden en zo. En wat ik zeg, we helpen ze erin, maar we helpen ze ook de bus uit. Er zit dus geen toiletvoorziening in. Nee. Wij kunnen onderweg niet stoppen, hoe graag we het ook zouden willen. Om wat te nuttigen onderweg bijvoorbeeld. Maar dat lukt niet. En na die tijd komen we terug. Gaan de mensen weer terug het huis in. Wij blijven als het kan en mogelijk is, en als we er zin in hebben, even nog een kop koffie doen met de... Om een napraatje te hebben. Ook met die mensen, pas geleden hebben we dat nog weer gedaan met Sint-Marie. Heel gezellig. En dan gaan we weer weg en dan gaan we op naar de volgende datum. Dus je gaat eigenlijk elke keer een zorgcentrum af van... Ja. Hebben jullie 35 mensen die wel mobiel zijn, want ze moeten zelf de bus in en uit kunnen? Ze komen wel met de rollator naar de bus of ze zitten in een rolstoel. Maar vanuit de rolstoel moeten ze wel kunnen lopen, dat je ze de bus of in kunt helpen. En of blijven de rollators en de rolstoelen die blijven achter bij het tehuis. Nou ja, als wij de rit maken, dan is er een versnapering onderweg. We zorgen, ook nog. We zorgen voor wat drinken, zodat ze niet helemaal... En het kost allemaal niks. Nee, wij hebben het geluk. De mensen voorheen hebben hun best gedaan om bij het Kansfonds een bijdrage te vragen voor deze activiteit. En die hebben we gekregen. En voor 2019 hebben wij ook weer de toezegging gehad. Zodat we de busrit ook voor 2019 voort kunnen zetten. Kijk. We willen de 12 doen. Dat lukt niet helemaal. Omdat de twee zomermaanden willen we eigenlijk liever niet wat doen. Juli, augustus. Heeft ook omdat het te warm is. Stel dat we een zomer krijgen zoals afgelopen jaar. Nou, we hebben afgelopen zomer hadden wij een busrit gepland. En dan is het heel vervelend om te moeten zeggen dat het niet doorgaat. Want ik weet niet hoe dat kwam tijdens een vergadering of vanaf buitenaf. Dat mensen zeiden van, als het boven de 23 graden is, dan moet je niet meer met die ouderen gaan lopen slepen. En toen was er een moment dat we hoorden, de woensdag in de nazomer, zou het 25, 27 graden worden. Nou, dan moet je 's maandags beslissen. Doe je het wel gaat niet. Het wel door of niet gezegd, door? We doen het niet. Maar toen de dag uiteindelijk daar was, dan waren we twee dagen verder. Toen was de temperatuur behoorlijk getemperd. Toen had het wel gekund, maar het kan niet anders. Toen hebben we het uitgesteld. Ja. En dat doen we niet graag. Nee, dat snap ik. Want maar we moeten ook aan de gezondheid denken.
Richard? Want de ouderen verheugen zich daar, denk ik, op. Ja, zeker. Ja, hoor, dat, vooral als je die mensen nog ziet. Je ziet echt een lach op hun gezicht. En dat is gewoon, het is heel dankbaar om dat te doen. En zo. Dat zijn ook mensen waar je niet mee praten kunt. Mensen die afwezig zijn of wat. Maar er zijn ook mensen die kletsen honderd uit. Op hun eigen manier, denk ik. Ja, ja, vooral herkenbaarheid. Hè? Een oude bus en een omgeving waar ze vroeger wel eens gefietst hebben. Of misschien wel gewerkt hebben of wat dan ook. Het is allemaal hier in de omgeving. Noord-Veluwe, Zuid-Veluwe. Een keertje achter Zutphen, Deventer, langs Toeren. Langs de IJsselop en zo. Dat doet die buschauffeur allemaal. En het is allemaal herkenbaar voor ze. En ook die bus, die krijgen jullie aangeleverd? Of moeten jullie daar een bijdrage uit de stichting betalen? Wij betalen vanuit de stichting een bijdrage voor die bus. Want die hebben ook zo'n kosten en zo. Dus een bus moet onderhouden worden en zo. Diesel kost ook geld. En die bijdrage die krijgen we dus van het kantfonds. Maar de chauffeur is ook vrijwilliger, hè? Ja. Niet van ons, van de busmaatschappij. Van die. En dat zit in de prijs in van die busuur, zeg maar. Ja. Ja. Ik denk dat je als ouderen een dag van je leven hebt. Nou, het is ook heel apart. We zeggen, ja, ze zijn zo blij als een klein kind. Maar dat kun je ook op die mensen loslaten, hè? Dat ze zijn ook ik. Blij. Ja, maar ze stellen 100 uit. En weet je wat zo leuk is? Dat heb ik ook meegemaakt. Dat zijn mensen die zitten wel in een gebouw. Maar als ze niet samen eten, elkaar eens niet ontmoeten. En ze treffen elkaar in de bus. Dan beginnen ze uit zichzelf te praten over dingen. En dan blijken ze wat raakvlakken te hebben. Herkenning. Ze weten helemaal niet dat ze samen in dat gebouw zitten. En daarna rolt er ook wel weer wat moois uit, weet je wel. Of ze bezoeken elkaar, of ze hebben wat andere dingen te vertellen. Buiten die busreis om dan, hè. Ja, snap ik. Nee, maar dat is leuk. Maar misschien komt er nog ooit een keer een dansavond. Want ik heb nu een hele leuke song. Dans nog eenmaal met mij. Start maar. Iedere dans is een kans dat ik vraag. Ze wil je niet graag altijd bij me zijn. Want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maneschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes voor me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Iedere keer zie ik weer hoe je zacht een ander, hoe je lacht als hij danst met jou. En ik weet, dat is het grote moment dat ik heb gekend toen je kussen wou. Maar ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes door me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. Want ik kan niet leven zonder jou, sla je arm dus om me heen. Omdat ik toch alleen van jou maar hou, ik voel me zo alleen. Iedere dans is een kans dat ik vraag. Zeg, wil je niet graag altijd bij me zijn? Iedere dans, want je weet, ik vergeet nooit de dag waarop je zag in de maneschijn. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes door me zei. Oh darling, dans nog eenmaal met mij. En ik denk altijd weer aan wat jij die avond zachtjes door me zei. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. So darling, save the last dance for me. Ja, dit was weer zo'n gouden ouwe heren. Save the last dance for me. Ja. Ouderen. Zijn er veel eenzame ouderen? Het wordt alleen maar meer als je alles leest en begrijpt. Mensen blijven op zichzelf wonen. Vorige week stond er een mooi artikeltje. Dat was natuurlijk landelijk. Maar het was toespits wat ik las in Overijssel. Dat is één gemeente. Ik weet niet meer welke gemeente. Er is 96% van de ouderen die wonen nog zelfstandig. Ja, maar dat wil de regering ook. Die wil graag zo lang mogelijk dat de ouderen in hun eigen huisje blijven wonen.
Ik heb er ook helemaal geen problemen mee. Maar de vraag is, is iedereen er ook toe in staat? Ja, dat los is vraag van twee. Of ze familie of kennis hebben die ernaar omkijken. Want ja, aan de andere kant, als ze verder gezond zijn, ik weet van oudsher ook wel met mijn oma en opa, ze willen ook maar zo niet hun huis uit, hè? Tuurlijk niet. En ze willen zo lang mogelijk blijven zitten. Waar ze hebben gewoond. Ik begrijp dan wel of er altijd een negatieve klank is van die tehuizen. Dat weet ik niet. En wat voor negatieve klank dat ook is, dat weet ik ook niet. Natuurlijk ben je beperkt in alles. En alles wordt voor je geregeld. En als je zelfstandig bent, kun je doen laten wat je wilt natuurlijk. Ja. Maar je moet wel kunnen. Ik denk ook dat de tijd momenteel veel eenzame ouderen heeft. Omdat alle kinderen van deze ouderen werken, hebben verplichtingen, hebben ook weer kinderen. Ze zijn ook allemaal uitgewaaid veel, hè? Ja, vroeger bleef je gewoon in Zuid wonen. Ja, maar tegenwoordig ga je, waar ga je naartoe? Daar waar voor mij naar Frankrijk of ga je naar emigreren naar Australië? Dat is nog wel heel erg ver weg. Maar in Nederland gezien zijn het ook mensen genoeg die naar hun werk gaan. En dat is ook soms 40, 80 tot 100 kilometer verder weg. Daarnaast misschien ook nog eens een keer gaan wonen. Ja, en dan is de weg terug naar de plaats waar je vandaan komt. Ja. Is niet altijd dat is ook een van onze grote problemen. Die eenzame ouderen. Wij kennen ze niet. Nee. Nou, met de maar die zeggen ook niet van, hallo, ik ben eenzaam. Nee. Dat zeggen ze echt niet. Nou, met de wet op de privacy, je mag ze eigenlijk heel niet benaderen. Nee. Dat is echt ontzaglijk lastig, is dat. We zijn ook, daar timmeren we op dit moment, dat is sinds een half jaar enorm aan de weg, om via buren, familie en zo. Weet je, iemand die thuis zit, alleen zit, die vereenzaamt of wat dan ook, of die ook eens een praatje wil of eens mee zou willen met de bus, gratis. Ik moet er altijd bij zeggen, gratis. Ja, als het gratis is, dan zijn ze te vinden. Ik hoop het. Hopelijk wel, ja. En dat wordt, daar zijn we erg afhankelijk van kennissen, buren, mensen uit de buurt die zeggen van, nou, ik wil wel eens een keer met jou, mevrouw, een dagje met die bus mee. En dat zou geweldig zijn. Nu hebben we het over de bus, maar ik heb ook gelezen dat jullie andere activiteiten hebben. Dat jullie met mensen in een rolstoel naar de vrijdagmarkt op het Schoepenplein gaan. Ja. En daar gezellig een haringje eten. Oh, gezellig. Dat was lachen, gieren, brullen. Nou, dat noem ik gezellig. Ja, dat was echt. Was ja. Er niet bij, hoor. Nee, dat was met de mensen die dementerend waren van Sint-Marie. Die hebben we opgepikt. Dat is ook afgesproken. Daar begeleiding ging mee in de rolstoel naar de vrijdagmarkt op het Schoepenplein. Nou, daar even met die mensen over de vrijdagmarkt hobbelen. Allemaal herkenningspunten voor ze. Snap ik. Oude buurvrouw van in de 90, die zat erbij. En nou, die lachte, om iedereen lachten ze. Maar wij zijn allemaal haar buurvrouw. Dus ik herken ons helemaal niet meer. Maakt niet uit. Het was echt vreselijk gezellig. Nou, dan ga je haringje eten. En is er iemand bij die zegt dan van, ik lust geen haring. Nou, wat wilt u dan? Kibbeling. Ja, het zijn een kibbeling. Dus je loopt met die haringkaar weer binnen van Clemens. En je gaat weer naar buiten met diezelfde haring. Hier, kibbeling. En die had heerlijk zitten eten. Ja, zulke dingen. Hè, dat zijn voor die vreselijk ouderen, leuk. Als je gaat van Sint-Marie, die krijgen bijna geen haring. Dus het is voor hun een voorrecht om samen in een rolstoel geduwd te worden en naar zo'n markt te gaan. Ja. Dat is toch schitterend? Ja. Het gekke is, er is overal is er wel een potje in de gemeentes. Of er zijn sponsoren voor die daarvoor geld willen geven en zo. En dat verbaasde ons ook eigenlijk. Hoor. We dachten dat we enorm moesten bedelen, maar dat viel dat heel erg mee. Ja, dat viel heel erg mee. Want en daar is vooral Alex heel erg mee Alex bezig geweest. Die heeft overal zijn vingertjes. Oh, die kent iedereen. Die heeft een netwerk wat onbegrensd is. Het eerste jaar zijn we geholpen door met de ING, die had een soort actie, de Ken je buur, of ik weet niet eens hoe die actie heette. Ja. Daar kregen de dames 2000 euro van. Ja. Van twee koren in Apeldoorn, SOS Mannenkoor en Goede Doelenkoor, of hoe heette ze? Ja, ook zo. Ja, op Matrozen Goede Doelenkoor. SOS Matrozenkoor Matrozenkoor Apeldoorn, die hebben ook geld gedoneerd. De supermarkt bij ons op supermarkt Jumbo, die heeft statiegeldpotje gemaakt, weet je wel. Bos en Weide, de fysiotherapie, die heeft gezegd, joh, als jullie met de bus weggaan, en jullie geven die mensen wat uit de trommel, een snoepje of een koekje en wat te drinken, dat betaal ik, weet je wel. Nou, dus het is toch geweldig dat mensen toch een warm hart toedragen aan. Het is niet alleen dat wij enthousiast zijn en blij zijn, wij doen dat met plezier. Maar blijkbaar zijn er dus ook anderen die wij niet direct kennen, die het ook prachtig vinden en ook wat willen betekenen. Ja, maar wat is niet beter te zien dan een oudere een glimlach op de mond heeft van zo'n dagje uit? Ja. Dus ja, dat snap ik wel. Een dagje kinderboerderij. Of een middagje naar de kinderboerderij. Ja. Dat is iets wat we eigenlijk nog verder moeten beetpakken. Ja, we hebben dat één keer gedaan. Ons probleem is,
Kijk, als jij zegt, we gaan aanstaande vrijdag. Stel dat we Sint-Marie pakken. Zeg, we willen Sint-Marie willen met 5-6 mensen of hoeveel te zijn. Naar Binky lopen, de kinderboerderij of naar de weekmarkt. Dan kun je wel afspraak maken. Maar stel dat je dit weer hebt. Ja, regen met bakken eruit. Dat ga je niet. Nee, dat is voor die mensen geen lol. En voor de vrijwilligers geen lol. Dus de kans van slagen is natuurlijk puur de zomermarkten. Dat je dat op korte termijn kunt zeggen. Woensdag, we willen vrijdag met die mensen wandelen. Maar goed, Apeldoorn-Zuid heeft een weekmarkt. Maar in die maten zit er ook in. Ja. En er is ook een tehuis in de buurt. Ja. Het Fort is ook een weekmarkt. Ja. Daar zit ook wel misschien verzorgingshuis waar je zegt, kunnen we Talma Edelig zit daar weer. Talma Borgen. Dus jullie zijn niet, willen alleen niet richten op Zuid, nee, maar nee, ook... Nee. We hebben eigenlijk heel Apeldoorn, en we denken er zelfs over, om in de dorpen en in de omgeving ook... We gaan dus de volgende keer... Proberen ja, wat meer te doen. Loenen, ja, Hoenderlo, noem maar op. Ik ben dat aan het uitzoeken hoeveel er wel zijn van die tehuizen. Maar dat valt toch in de praktijk nog wel een beetje tegen. Ook zoals we het hier kennen in Apeldoorn. Uddel, Elspeet, er zit nog wel iets. En we gaan binnenkort met de 4 dorpen. Beekbergen. Ja. Gaan we ook een busritje organiseren. Ik denk dat er nog heel veel werk voor jullie te doen valt. Goed werk, leuk werk. Ja. En als ik jullie zie... En wat Richard straks zei, het moeilijkste van ons is, en dat wordt het grootste, ja, ze zeggen wel eens een core business voor ons, om die mensen die alleen zijn, om die te vinden, te bereiken, en ook te bewegen, want dat is het verhaal. Dat ze ook mee willen. Hè? Ja. Kijk, wij maken ook mee. Wij krijgen van buitenaf ook wel mensen verzoeken die mee willen. Het is niet alleen dat het thuis is. Want pas geleden zijn er ook weer 2 mensen mee geweest. Toen zijn we in Huis Mandala geweest in Orde. Mm-hmm. Nou, die heeft niet zo'n verzorgingstehuis zoals Sint-Marie dat heeft. Daar hebben we wat folders uitgedeeld in die flat bij die mensen. En er waren 2 dames die wouden best wel mee. Uiteindelijk zijn dat voor ons de diplomaten, de vertegenwoordigers. Tuurlijk. Want die komen terug in dat gebouw. En die zeggen, we hebben een gezellig middagje gehad. Moeten jullie ook eens doen. Ja. Maar we krijgen ze natuurlijk niet makkelijk achter die voordeur weg. Dat is mond-op-mond reclame. En dat is het beste, denk ik. Dat willen we. De bus. Wij gaan nu luisteren naar een song in de bus van Bussum naar Naarden. In de bus van Bussum naar Naarden, voordat ik het wist, nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijkt mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussum naar Naarden gaf je mij een zoen. In de bus van Bussum naar Naarden, in de bus van Bussum naar Naarden. Het is al haast een jaar geleden, dat wij toen tezamen reden. Ik weet nog goed hoe we toen deden, alsof het gisteren was gebeurd. In de bus van Bussum naar Naarden, voordat ik het wist, nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijkt mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussum naar Naarden gaf je mij een zoen. In de bus van Bussum naar Naarden, in de bus van Bussum naar Naarden. Vaak had ik je al zien lopen, hield mijn hartje voor jou open. Maar ik durfde niet te hopen dat het zo gezwind zou gaan. Kwam in de bus. In de bus van Bussum naar Naarden, voordat ik het wist, nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Kijk ik mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toen. Van Bussum naar Naarden gaf je mij een zoen. Van Bussum naar Naarden, voordat ik
ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijkt mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toen. In de bus van Bussum naar Naarden gaf jij mij een zoen. In de bus van Bussum naar Naarden. Ik heb vandaag twee gasten, Frans Weiland en Richard van der Vechten. Dat zijn bestuursleden van Stichting Buurtmensen. Dat is een stichting die eenzame ouderen met een bus over de Veluwe toeren. Maar ik hoor nu ook dat ze hele andere plannen hebben. Ik hoor een boot, Richard. Ja. Wat ga je nou weer met een boot doen? Ja, met een boot kun je varen. Oh, dat is meestal, ja. Ja, dat lukt. Over het kanaal? Nee, dat gaat niet goed komen. Nee. Dat Apeldoornskanaal, daar moeten ze eens een keer een goed besluit over nemen, wel of niet. En, maar goed, daar gaat het niet om. Nee, we gaan proberen om 12 juni een boot te huren. Een beetje Henri Dunant-achtige boot, waar de ouderen in mee kunnen. Dan gaan we de bus heen en dan gaan we een tocht maken en dan gaan we varen. Vanaf? Harderwijk, hè? Ja, Harderwijk. Ermelo. En weer terug. En weer terug. En dan Veluwse meer. Ja. En dan lunchje aan boord, wat eten. En dat is voor ons ook iets makkelijker. In de bus heeft geen toilet, wat Frans ook al zei. Ja. En daar aan boord heb je wel een toilet. Nou, verzorgers kunnen mee en al die dingen meer. Dus maar ik ben blij dat we nou hier zitten. Maar kunnen we het ook even vroeg aangeven dat mensen dat ook... 12 juni. 12 juni is de bedoeling dat we dan met de boot... En hoe kunnen de mensen jullie bereiken? Nou, we hebben het ei neergelegd bij Sint-Marie. Wij moesten natuurlijk een organisatie ergens hebben. Ergens beginnen. We hebben gezegd, nou, dit is mevrouw. Kun jij zo dragen voor 30 mensen? Met uiteraard wat begeleiding vanuit de Sint-Marie zelf. Uiteraard de vrijwilligers mee. Zodat we die bus vol hebben en de boot. Dat is de insteek. Want hoeveel mensen kunnen er op die boot? Nou, ik heb begrepen, want dat was de vraag van die mevrouw. Wij konden ook de boot afhuren. Maar dat zou een grote... kostenpost zijn. Voor ons van het budget. Maar we kunnen de boot op met deze mensen. Maar er gaan ook andere mensen mee. Dat is geen probleem. Dat is een grote boot waar heel veel mensen op kunnen voor zo'n vaartocht. En dat gaan we dan doen. We stappen er mee op. Met ons gezelschap. En waarschijnlijk is er ook een ander gezelschap. Nou, dan gaan we naar Harderwijk. En daar vandaan varen we over het Velumeer richting... Elburg. En weer terug. En dat is een proces van denk ik rond de 4 uurtjes. Uit en thuis. En dan nuttigen we ook een lunch. En dan gaat het gezelschap weer richting Apeldoorn. En wij doen deze testcase met een verzorgingstehuis, in dit geval Sint-Marie. Omdat we denken en ook wel zeker weten dat we met deze tehuis wel de bus goed vol krijgen. En het wordt voor ons een testcase, want we willen dit ook wel verder uitbreiden naar meer boottochten. Niet elke maand hoor, gewoon in de zomermaanden een paar van die boottochten naast de bus. Ook voor de variatie. Dus het wordt voor ons een testcase. Kunnen ook andere verzorgingshuizen bij jullie aankloppen? Ja, 100%. Graag. Wij zijn bezig geweest om de verzorgingshuizen te bezoeken. En dat ligt nu een jaar achter ons. En we zijn nu bezig om die cirkel weer, tenminste we beginnen weer overnieuw, zeg maar. En als je dan belt en zegt van joh, we willen weer met jullie op pad. Oh, gelukkig, leuk en dit en dat. Geven we data op en dan zeggen we, kunt u dan en dan? Nou, dan plannen we dat. Dus eigenlijk wordt het voor ons makkelijker om te gaan plannen. In het begin moesten wij de boer op om mensen te krijgen. Nu herkennen de mensen jullie stichting en... En vanuit die situatie dat je die te huizen benadert, kun je ook veel meer mensen... vanuit daar laten komen van buitenaf. We hebben wel die in de omgeving wonen. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld van die aanleunwoningen. Nou, mensen die daar wonen, kunnen we mee. Die kunnen stel, opstappen. Ik ken tante Annie en tante Annie is heel erg eenzaam. Kan ik dat bij jullie aangeven? Kunnen jullie tante Annie bij haar huis ophalen? Of moet ze naar het opstappunt? Of hoe gaat dat? Dat is ons probleem een beetje. Wij kunnen wel als vrijwilligers mensen thuis ophalen op tijd. Zodat ze met de bus mee kunnen. Maar wij stellen wel als voorwaarde, als tante Annie nou mee wil... En we stappen op, laat maar zeggen, bij buurthuis. Stel dat we daar afspreken met wat ouderen die meegaan. Dan vragen we aan die mevrouw of aan de familie. Kunnen jullie tante Annie even brengen? Ja. En als iedereen zegt, ja maar tante Annie heeft geen familie. Dan gaan wij tante Annie ophalen. Want... Geen probleem. Maar het is nog niet gebeurd, maar het kan wel. Oké. Nee, ik wil graag meedenken. Ja. Jullie hebben een bestuur. En hoeveel vrijwilligers?
We zijn in totaal met ongeveer 15 mensen. Dus vrijwilligers, inclusief het bestuur. Oké. Okay. Ja. Bestuursleden zijn natuurlijk ook vrijwilligers. Ja. 15 mensen. Ja. Eigenlijk is het tussen de 15 en 20 wat we eigenlijk een beetje willen. Want je kunt natuurlijk wel vreselijk weer vrijwilligers vragen. Maar dan moet je zeggen van, joh, jij hoeft deze maand niet mee. Maar over 3 maanden mag je weer meehelpen. Ja, maar dan, zo werkt het niet. Nee, dat snap ik. En dat willen we ook niet. Nee, want dan ben je 1 keer in de 3 maanden aan de beurt. Terwijl je wel graag elke maand mee zou willen. Dat mag uiteraard. Aan de andere kant kun je ook makkelijk zeggen, ik kan niet. En wij zijn ook bezig geweest op diverse plekken om vrijwilligers te werven. Nou, niet dat ze in de rij staan. Maar het is wel een leuk vraag om te zeggen, joh, zou jij vrijwilligerswerk willen doen? Jawel, wat betekent dat dan? Zou jij 1 keer in de maand ons kunnen helpen met een busritje, de mensenbus in en uit? Dat is niet veel gevraagd. Je doet het niet elke dag. Je doet het niet elke week. Nee, we praten maar over 1 keer in de maand. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Nee. Dat is iets wat Alex altijd roept van, dat ben je niet vrijblijvend, nee. Dat je hebt wel een verplichting. Ja, maar goed. Als het maar 1 keer in de maand is, dat is wat minder zwaar dan dat je zegt, je moet elke week of elke 14 dagen of 2 keer in de week opdraven. Dat is eigenlijk ook een beetje het probleem van deze maatschappij. Dat had ik ook een heel klein beetje. Ik zeg, ja, ik wil best wel wat klusjes doen op afspraak. Maar je moet niet denken dat ik volgende week weer kom om wat te gaan doen. Want dan wil ik vrij zijn om wat anders te doen. Precies. Maar ik wil me wel beschikbaar stellen. Kijk, dat is soms even altijd moeilijk met vrijwilligerswerk. Richard, kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Wij hebben... Ja, als er nog mensen zijn die zeggen van, nou, we willen dolgraag eens een keer dat vrijwilligerswerk doen. Van harte welkom. En dat is, het is niet zo. Nee, het is niet zo dat wij nu echt zitten te lobbyen om 40 vrijwilligers erbij te krijgen. Nee. Jullie hebben al we hebben een pool. Ja, en dat gaat goed. Dat is eigenlijk een oude vriendinnenclub. Hè, en daar zitten wat andere mensen. We zijn daarbij gekomen en dat gaat ontzaglijk goed. En als er ook wel eens iemand zal zeggen van, nou, ik wil graag, dat lijkt me nou leuk, dat wil ik eens doen 1 keer per maand. Hè, dan, nou, prima. Op zich geen enkel probleem. En dan kunnen ze jullie adres vinden op de website Buurtmensen. Ja. www.buurtmensen.nl is het. Ja. Ja, zeg ik goed. Hè? Met een e-mailadres uiteraard. Ja, ja. Ja. En wij zorgen staat van alles op. Ook volop voor reclame. Die hangen bij supermarkten neer. Ja. Of de bedoeling is dat ook huisartsen gaan aflopen. Om te vragen, mogen we daar wat neerleggen? Maar dan willen ze misschien die grote folder niet, maar kleintjes, weet je wel. Ja. We willen zoveel plekken wat mensen bereiken. En het is niet altijd makkelijk om dat te ontdekken te vinden. Wij hebben bijvoorbeeld, dat is nog wel een mooi verhaal. We zijn uiteindelijk een keer terechtgekomen bij hoe heet dat hier? Op de menuservice is dat. Ja, op de Arnhemseweg. Ja. Daar zijn we naartoe gegaan. Dan heeft die man gezegd, kunt u wat voor ons betekenen? Wij wel. En we samen lopen nadenken. Wilt u die folder bij u in die folder stoppen? Want u geeft ons niet de adressen. Nee, natuurlijk niet. Met de privacy kan niet. Nee, mag niet. Ons probleem. Ja. Dus die man zegt, dat wil ik wel, maar wat kun je dan voor ons betekenen? Ja, wat kun je dan voor ons betekenen? En dat is dan soms moeilijk. Want als wij de tehuizen bezoeken, daar zijn ook voorzieningen op gebied van eten. Misschien dat die man wel incidenteel iemand bezoekt in zijn tehuis. Maar hij kan niet het eten voor iedereen verzorgen, want soms wordt dat centraal gedaan. Begrijpt u? Ja. Bij Sint-Marie gebeurt dat vanuit de keuken. Toen hebben we gezegd, nou weet je wat, als wij actief zijn ergens, dan willen wij wel folders meenemen van u. En die leggen we gewoon er neer dat mensen dat mee kunnen nemen die we bezoeken. Nou, we hebben op een stand gestaan van 60 jaar... Nee, 65. Nee, 60 jaar buurthuis 65. Aan de Maastraat. Ja, ja. Nou, daar konden we folders neerleggen, die kon iedereen meenemen. En we hebben gestaan aan de Vlijtseweg voor... 35 jaar bestaan van de stichting... Die 40 autobussen. Van die bussen, ja. Daar hebben we nog wat mensen ontmoet, die zijn uiteindelijk vrijwilliger geworden. Is dit het enige wat we kunnen? Ja. En toevallig ben ik ook bij een activiteit geweest in Dok Zuid om vrijwilligers te werven. Nou, ik zat er voor de buurtmensen achter zo'n tafeltje. En de buurvrouw die zegt, hoe komt u aan die folders? Ik zei, nou, dat heb ik verteld hoe dat werkte. Die man, die ken ik. Toen zegt die vrouw, maar dat is mijn man. Oké. Okay. Leuk, dat die folders daar liggen. Ik zeg, kunt u gelijk vertellen dat we ons best doen. Wat een heerlijke, enthousiaste club mensen zijn jullie. Oh, ja. En laten we nu maar eens even gaan luisteren naar een heel leuk lied van vader Abraham. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen. Het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. In dat kleine café aan de haven, daar telt je geld op wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven. Het is één gezellige bende hier in de studio. Die heren die zitten te zingen en te doen en mee te deinen. Nou, geweldig. Richard, ja. Hebben wij nog meer activiteiten? Ja, als stichting. We gaan bijvoorbeeld NL Doet in maart. Ja, dat is zo'n vrijwilligers. 16 maart, hè? Ja. Ja, dan gaan we naar Binky. Gaan we met de hele club. Vrijwilligers en bestuur gaan we daar de boel weer zomaar klaarmaken. En zo. En dat doen we al een paar jaar. En dat maar is dat is alleen vanuit de stichting, jullie zijn niet. Ja, jullie zijn wel. Vanuit de stichting, die mensen die daar en dat is gewoon met z'n allen gezellig. Maar geen mensen, eenzame nee. ouderen. Dat nee, is nee, nee, puur. Nee, ja. We helpen op de moederdag, helpen we altijd met het ontbijt van de supermarkt op het plein. Die stelt een gratis ontbijt beschikbaar voor alle moeders uit Apeldoorn-Zuid. En dan helpen alleen Apeldoorn-Zuid? Ik geloof het wel, hè? De mensen moeten zich opgeven. Ze moeten zich opgeven. En omdat hij daar zit met zijn winkel, heb je die klanten die daar, die melden zich aan. En dat hebben we afgelopen jaar voor het eerst mee geweest. Maar het is gewoon al een paar keer. Ja, het is al een paar keer geweest. Dat is gewoon leuk. Dan ben je als vrijwilliger. Ja. Hebben we ons van die van ons staan buurtmensen. En dan profileren we ons en dan maken we reclame. En dan kom je met een dienblad met een ontbijtje.
broodje voor moederdag. Nou, ze komen bij ons. Flasje Suderhans en een eitje. Gazantje, gekookt eitje. Ja, heel ja, die supermarkt regelt dat heel goed. Heel goed. En dan helpen wij de supermarkt, omdat de supermarkt wat voor ons. Ja, het is een win-win actie, zullen we maar zeggen. Ja. Goed. Nou, en dan we hebben we een barbecue gehad. Op Burendag bij Sint-Marie. Zijn we geweest? Ja, het jaar daarvoor hebben we een spelletjesdag gehad op Sint-Marie. Voor die oudjes. Weet je, op de Burendag, dat is in september altijd. Daar helpen we dan mee. Wat hebben we nog meer? We hebben bij de kerstmarkt, bij de symfonie geholpen. Met koffie kerstmarkt. En symfonie. Ho, symfonie. Stop. Dus, wat is dat? Symfonie is een afzonderlijke woonunit bij Sint-Marie. Dat zit richting Hofveld. Ja. Daar woonden de mensen... Ik denk op zichzelf, allemaal op zichzelf. En maken gebruik van voorzieningen en zorg die ze... Ja, die ze inkopen. Die ze inkopen. Ze zijn dus niet helemaal hulpbehoevend. Nou, en die mensen die hebben dan, zoals de afgelopen jaar, was in december, hadden ze een kerstmarkt. En toen vroegen de mensen daar zo, die daar de boel regelen, of wij handenspanddiensten konden verrichten. Die dacht, nou, dat hebben we ook gedaan. Dus als bestuur doen jullie dus... Buiten de vrijwilligers ook. En niet de de mensen die binnen de stichting. Ze benaderen ons. Ja. En wij kijken of er vrijwilligers zijn die ons willen helpen. En ook daar willen helpen. En dan gaan we eraan doen. Dus wat geeft dit toch een geweldig dorpsgevoel? Dus wij weten niet hoe 2019 eruit ziet. Ik moet altijd denken aan mijn huisarts, dokter Jens uit Apeldoorn-Zuid. Die zegt ook altijd, ik ben een stadsarts in een dorp. Of een dorparts in een stad. Apeldoorn zal denk ik nooit een stad worden. Nee, het blijft een dorp, maar wel een geweldig dorp. En ik zou zeggen, Wim Zonneveld, kom maar binnen. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Wat
is dit toch een geweldig nummer. Het is en blijft een geweldig nummer. Ik wil nog even melden, mensen van Vereniging Oud-Apeldoorn. Aankomende donderdag is er in het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek een koffieklets. Dat begint om 14:00. De zaal is open om 13:45. En het gaat over apenhul. Ik ben er zeker bij, want ik wil wel eens weten hoe het met Bao Bao is. De mannetjes gorilla aap. Ik heb hier bij mij op bezoek Frans en Richard van Buurtmensen, Stichting Buurtmensen. En ik hoor ook dat jullie een koffieklets hebben. Ja. Richard, vertel. De eerste en de derde vrijdag in de maand van 10 tot 11, ongeveer 11:30, 12:00 soms. Meestal heel gezellig. Hebben we een koffieklets. Dat is de Stichting Buurtmensen is daar ook altijd. De mensen zijn er, bestuur is er. Iedereen die belangstelling heeft, oud-buurtgenoten. Gewoon mensen die even een kopje koffie. Het is een heel laagdrempelig is het. Het kost 60 cent een kopje koffie, een euro entree. Voor het buurthuis is dat dan 60 cent voor de koffie. En daar wordt over van alles gekletst. Maar er wordt ook de komende busreis wordt er ook even besproken. En wie kunnen mee kan en al die dingen meer. Dus mensen die zeggen van, god, ik wil eens die sfeer proeven. Of wat ook, wie jullie zijn, wat jullie zijn. Waar jullie over praten. Nou, van harte welkom. En wanneer is dat, zei je? De eerste vrijdag en de derde vrijdag van de maand meestal. En dan altijd van 10:00 's morgens tot 12:30. Ja, 12. Van 10 tot 12 kunnen we terecht, maar meestal 11:30, 11:15 heeft iedereen zijn kuur koffie afgerekend. En er is altijd wat lekkers bij. Altijd wat lekkers? Altijd wat lekkers bij. Soms heel groot, soms heel klein, maar er is altijd wat lekkers bij. Oké, maar er is ook natuurlijk wel thee. Tuurlijk. Natuurlijk is er thee. En een glasje water is er ook bij. Als iemand frisdrank wil, neemt zijn kleinkind mee. Is ook geen enkel probleem. Flesje China is er. Aanschuiven, ga maar gezelligheid. Zitten. Gezelligheid, kent geen tijd. Ja, maar gewoon even bijkletsen, kletsen. Echt koffieklets. Oké, dat is dus ook bij jullie. Ja. En daar is ook de Stichting Buurtmensen uit ontstaan. En dat willen we graag in ere houden, want dat is wel heel gezellig met de oude buurtgenoten, oude buurmeisjes, buurjongens en weet ik het wat. Dat is, het is eigenlijk ontstaan uit 2015, de Reunie van Zuid. Ja, nou, daar is dit weer uit ontstaan. Dat is dit weer uit ontstaan. Het is ooit begonnen in 2005. Dat duurt te lang om daarover te vertellen. Ja, maar dan was ook Alex de animator van, of de initiator. Het is een reunie geweest van de mensen van geboortejaar 50, hè? 51, 52, 48, 49, om die eens weer te laten samenkomen. Nou, dat was gewoon geslaagd succes. Ja. En de bedoeling is, maar dat is een wens, dat we dat ook weer gaan halen. En of dat dit jaar gebeurt of 2020, want dan ben je weer 5 jaar verder. Maar het gaat gebeuren, want de groep is alleen maar groter geworden. Want je kon natuurlijk alleen maar kennis nemen als je op Facebook zat. Nou, die mensen wil je bereiken. Maar in de loop der jaren zijn er natuurlijk mensen bijgekomen. God, we wisten het niet. Leuk, ik meld me aan. En die kunt u nu ook bereiken. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen Facebook hebben. Ja, maar we hebben natuurlijk allemaal een tamtam in de zin van kennissen, vrienden, verjaardagen, feestjes. Verzin iets. Dat je wel eens iemand spreekt, joh, dan moet jij ook heen. Snap je? Ja. Zo kom ik wel eens oud-buurtgenoten tegen. En dan vertel je wat je doet. Zo, je moet ook eens komen. Zo kom ik een oud-buurjongen, die is... nu eens een keer regelmatig koffie komen drinken. Ja. Attidade, die ken ik toevallig uit Zuid. Vanuit wie kent hem niet? wie kent familie daar? En die komt nou een koffie drinken. Weet je wel? Je hebt geen verplichting. Nee, het is gewoon gezellig. Ja. Maar hebben jullie ook een buurtborrel? Nee. Een van de mensen, dat was toevallig Ellie, die heeft ooit eens een keer... Ellie Rauhorst? Ellie Rauhorst heeft ooit eens geopperd. Kunnen we niet ook eens één keer in de maand... je kunt het geen happy hour noemen. Maar een biertje drinken of een bolletje drinken. Nou, dat kan. We hebben daar nog geen handen en voeten aan gegeven. Het is ook geen wet van de medepersen dat het moet gebeuren. Maar het kan allemaal nog wel. Wat denk je van met de ouderen een lekker advocaatje met slagroom? Kan ook, mag ook. Mag zeker bijvoorbeeld na een busrit. Want, vinden ze heerlijk. Uiteindelijk hebben ze tussen de middag meestal warm gegeten. Dus kan aan het eind van de middag kan dat best zijn. Want je moet eigenlijk, als je nog moet avondeten, dat niet doen, hè? Nee, want dan zitten ze vol, dan hoeven ze dat weer niet. Dan krijg je daar weer een drama over. Nee, dus maar het kan wel. Leuk. Dus er zijn genoeg activiteiten die jullie nog in gedachten hebben, die jullie willen bedenken om verder te gaan. Goed. Beste luisteraars, het uur zit er bijna op. Ik vind het geweldig. Wat jullie allemaal doen voor deze mensen. Super. Ik wil u al heel hartelijk bedanken voor het
Ja. Wij zijn van deze uitzending. En, ja. Wij ook. Wij vonden het heel leuk om, ja, zeker, ja, zeker, om iets te vertellen over onze stichting. Het was wel een dolle pret hier. Ook erg bedankt hoor, dat we hier mochten zijn. Ik wil graag Arno, Jarno, sorry jongen, bedanken voor als technicus. Ik hoop dat u de volgende keer weer bij mijn presentatie bent. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. En denk eraan, donderdag is de koffieklets dus bij het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek. En het gaat over apenhul. Ik wens iedereen nogmaals een fijne zondag. Wees lief voor elkaar. Dag.